Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik wil het vandaag met jullie hebben over iets anders dan een travel notebook of over journaling. Maar natuurlijk heeft het er wel mee te maken. Ik heb voor mijn verjaardag een super mooie penrol gekregen van Galen Leather. En die wilde ik vandaag aan jullie laten zien. Zoals jullie zien heb ik hem al uitgepakt en in gebruik genomen. Maar ja, er zijn al verschillende unboxings, zag ik op YouTube te vinden. Dus ik dacht, laat ik dat niet nog een keertje overdoen. Wel wil ik jullie even deze super mooie doos waarin die verpakt was laten zien. En eventjes laten zien hoe die dan dus uit de verpakking kwam. Deze zat er op deze manier omheen. En er zitten twee kaartjes in het doosje. Eentje is... een kaartje waarop staat dat hij dus handgemaakt is. De kleur, de datum waarop hij gemaakt is en door wie. En vervolgens staat er een stukje geschreven over het leer en over hoe je het kunt verzorgen. Het is een product wat uit Istanbul komt, Turkije. En vandaar denk ik ook deze Evil Eye. En er staat dus op dit kaartje... ja, waarom die Evil Eye erbij zit, wat het voor hun betekent. En een stukje over het bedrijf van Galen Leather. En ja, waar dat de naam ook vandaan komt. Dus dat is wel heel erg leuk. En hier staat op dat Galen is the name of our favorite precious stones. Hun favoriete kostbare gesteente. En het is ook nog een naam van een bekende filosoof. Dus, nou, dan weten we dat ook. Over naar deze penroll. Ja, officieel heet het een tool roll, geloof ik. Dus, en hij zit dus met een leren... koord, veter, net hoe je het wil noemen, zit die dicht, die je er zo af kan rollen. En dan vervolgens kun je deze panel op deze manier openrollen. En zoals je ziet is het al een heel flexibel leer, wat natuurlijk naarmate dat je het gebruikt nog veel flexibeler wordt. Hij is heel mooi en een beetje grof afgestikt. Vind ik ook wel heel erg... mooi om te zien. Het is niet zo heel fijntjes. Het is wat stoerder. Het leer is ook wat stoerder en een beetje rustieke look heeft het. En ja, ik heb hem dus al in gebruik genomen. De binnenkant is super zacht. En ik ga jullie even kort vertellen wat ik er dan allemaal in heb zitten. Ik heb erin zitten mijn favoriete vulpen. Ik heb er expres voor gekozen om niet alleen maar pennen hierin te doen. Wat je ook veel ziet, dat mensen daar hun collectie met vulpennen natuurlijk in bewaren. Maar ik wilde echt in deze penroll of toolroll de dingen doen die ik graag bij me heb. Die ik regelmatig of bijna dagelijks wel gebruik. En daarom heb ik eigenlijk een mix van een aantal dingen. Dus mijn vulpen, waterbrushes, aquarelkwasten. Ik heb hier nu de Pentel Aqua Brush, zo heten ze volgens mij, in zitten. Pentel Color Brush heten ze. Deze heb ik ook voor mijn verjaardag gekregen. En hier heb ik potloden in zitten. Dit zijn potloden met de gekleurde vulling erin, maar wel gewoon die als wel als een gewoon potlood werken. Dus een gewoon mechanisch potlood, mijn witte Uniball Signo, mijn micropennen en de Stabilo All zwart potlood. Ja, ik heb dit nu hierin zitten en ik ben daar nog een beetje over aan het dubben of ik deze erin ga laten of dat ik het ga uitwisselen voor een watercolor palet, want dan heb ik dat natuurlijk ook altijd bij me. Op dit moment zit die in mijn tote die ik ook altijd bij me heb. Dus ja, op zich is dit wel iets
platter op deze manier om mee te nemen. Dus ik laat nu nog eventjes mooi deze brushes erin zitten. Ja, zoals je net al hebt kunnen zien, klapt die super makkelijk dicht. En kan ik hem vervolgens ook heel makkelijk op deze manier dicht rollen. En ja, zoals ik al zei, ik verwacht dat hij eigenlijk alleen nog maar soepeler gaat worden naarmate ik hem meer gebruik. Je kunt dit er dus gewoon op deze manier omheen draaien en dan vervolgens eronder door halen. En dan zit hij al dicht. Ja, ik ben echt mega blij hiermee en ik vind het ook gewoon een hele mooie aanwinst en staan. Staat super mooi op mijn bureau bij mijn Travelers Notebooks die ook van leer zijn. En ja, ik hou ervan. Dus ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien en om naar deze video te kijken. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!